Hallo, hallo. Welkom terug. Ik ben een tijdje weg geweest van YouTube. Of in ieder geval 2 weken of zo. 2,5. Misschien tegen de tijd dat jullie dit zien. 3 weken. Maar ik heb morgen weer les. Doula les. Ja, misschien moet ik even ingaan op waarom ik niet ben geweest. Ik heb dus best wel druk gehad. Ik heb een nieuwe bijbaan. Omdat het toch best wel een beetje lastig was met rondkomen. Maar daardoor heb ik dus nu veel minder tijd. Dus ik moet nog even uitzoeken hoe ik precies wil doen met mijn YouTube-account. En daarnaast ben ik ook een nieuw Instagram-account begonnen. Dat heet Intuïtief Bevallen. Omdat dat 2 onderwerpen zijn waar ik best wel gepassioneerd over ben. En ik denk juist tijdens een zwangerschap en bevalling is die connectie met je intuïtie super waardevol. Kan je heel veel wijsheid uithalen. Dus dat is echt een onderwerp wat denk ik gewoon heel goed bij mij past. Dus dat is super leuk. En nou ja, niet dat ik daar nou al heel veel op heb gepost. Maar ik heb wel heel veel nagedacht over wat ik wil posten. En ben ook al begonnen met dingen schrijven daarvoor. En ben ondertussen allemaal boeken aan het lezen. Ondertussen ook de kerstboom opgezet. En nou ja, er spelen ook nog wat andere dingen gewoon in het privéleven. Wat ook wat tijd en aandacht nodig heeft. Dus ja, dat verklaart eigenlijk waarom ik een beetje weg ben geweest. Ik ga nu even mijn nagels knippen. Kijk, ze zijn best wel lang. Want ik heb altijd lange nagels voor de mensen die me niet kennen. Maar ik heb morgen hebben we de massageles van de opleiding. Dus dan is het toch wel fijn voor degene die ik ga masseren dat ik korte nagels heb. Ja, we hebben dus maar 1 les deze maand. Dus alleen de vrijdag. Ergens aan de ene kant is dat wel lekker. Aan de andere kant vind ik het ook wel jammer. Want ja, het is toch altijd fijn om daar te zijn en ermee bezig te zijn. Maar aan de andere kant is het ook wel lekker om gewoon een dagje rustig aan te doen. Ook gemasseerd te worden, want we zijn natuurlijk elkaars proefpersonen. Ja, weer gewoon lekker in de warme aanwezigheid van iedereen te zijn. Ik heb het net even laten testen voor de zekerheid, zodat we gewoon zeker weten dat het allemaal veilig gaat morgen. Ja, what else is new? Ik heb een nieuwe standaard gekregen, of een nieuwe, hoe zeg je dat, statief gekregen voor mijn camera en mijn telefoon. Want ik heb zeg maar alleen maar zo'n ziek groot fotografie ding. En dat ga ik niet overal mee naartoe nemen. En daar past mijn telefoon ook niet op. Dus voor Sinterklaas heb ik dat gekregen. Dus dat vind ik wel leuk. Dus ik hoop dat ik weer wat meer ga vloggen. Dat ik ook dingen heb om over te vloggen. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Ik heb dus elke keer, en ik vond het raar toen, zeg maar, toen ik over nadacht, dacht ik, oh, het is wel echt gek eigenlijk dat ik elke keer tijdens de les ongesteld moet worden. En toen dacht ik, het is helemaal niet raar. Want we hebben precies elke maand op dezelfde dag les. Dus wat dat betreft alleen maar een goed teken dat mijn cyclus langzaam aan het herstellen is. Want die is heel lang niet in orde geweest. Ik weet niet of ik daar deze video iets over vertel. Ik ben nu in ieder geval heel dankbaar dat mijn cyclus terugkomt in zijn normale gangetje. En dat het ook zonder al te veel bijwerkingen gaat. En mocht je hier niks over weten, als jij veel last hebt van pijnlijke ongesteldheid of PMS of acne of welke symptomen dan ook rond je ongesteldheid, maar kan ook rond je ovulatie zijn of op een ander punt in je cyclus wat gewoon maandelijks terugkomt. Of als je cyclus niet maandelijks is, of als je cyclus heel lang duurt, of in ieder geval je menstruatie heel lang duurt, of juist heel kort duurt, of nou ja, whatever. Zoek er hulp mee. Je huisarts zal misschien niet de eerste zijn die je kan helpen, helaas. Je kan het altijd proberen. Maar mijn ervaring tot nu toe, en dat hoor ik ook wel van anderen, is dat de meeste huisartsen niet zo heel knowledgeable zijn als het gaat over menstruatie en cyclus en dergelijke. Maar er zijn online ook heel veel goede hormooncoaches die heel veel informatie geven. Ik ben nu bijvoorbeeld een cursus aan het volgen van Cycle Seeds, die heet Body and Blood. En ik volg haar echt al best wel lang en ze deelt ook heel veel gratis informatie uit over menstruatie en de gezondheid van menstruerende mensen. Dus dat is zeker een volgtip. En ik ben nog niet zo ver in die cursus. Ik heb de cursus gewonnen. Hoe leuk. Bij een giveaway actie van haar. Want ik wilde hem eigenlijk wel heel lang. Omdat ik gewoon ja, er echt graag meer over wil leren. En in mijn eigen leven heb gemerkt hoe belangrijk hormonen zijn. Maar ook nu rondom alle bevallingen leer hoe belangrijk hormonen zijn. En vooral voor het menstruerende en barende lichaam zijn hormonen gewoon super belangrijk, maar ook voor mensen die niet menstrueren. Zo is bijvoorbeeld melatonine, het stofje waarvan je gaat slapen, maar ook insuline waarmee je suiker verwerkt. Alle gelukshormonen, het zijn allemaal hormonen. Die hangen allemaal met elkaar samen en hormonen reageren op je omgeving. Dus wat jij eet, in welke omgeving je bent,
je mentale omgeving, dus heb je stress, dat soort dingen, heeft allemaal impact op je hormonen en hoe die met elkaar samenhangen. En als de een uit balans is, dan kan de ander ook uit balans raken. Dus nou ja, ik ben super passionate over hormonen. En ik vind echt dat meer mensen dat zouden moeten zijn. Zowel menstruerend als niet menstruerend. Want het speelt zo'n belangrijke rol in het leven. En ik denk dat heel veel mensen daar niet echt bij stilstaan. En er ook niet bij stilstaan hoeveel controle je daar eigenlijk over hebt. En hoeveel je zelf kan doen om je hormonen in balans te brengen. Dus dat was like mijn kleine rant. Ja, ik weet niet of je het een rant moet noemen. Ik heb nog een leuk video voor jullie die ik nog moet filmen. Maar ik heb een tijdje geleden met mijn ouders mijn geboorteverhaal helemaal doorgenomen. Dus ja, nou, ik ga nu niet veel over vertellen. Maar mijn moeder heeft ook allemaal boeken bijgehouden tijdens de zwangerschap en tijdens de eerste weken. En een heel fotoalbum. En ik ga natuurlijk niet alles delen, want ik wil ook de privacy van mijn ouders graag behouden. En ik zal jullie ook alle bloederige foto's en dergelijke besparen. Ja, het lijkt me leuk om dat met jullie een beetje door te nemen. En terwijl ik dat lees, te filmen en te kijken wat er op komt. Dus die komt er ook nog aan. En ik zal morgen denk ik een soort timelapse maken of zo. We'll see. Dus. Hallo, het is vandaag zondag. Nee, het is vandaag zaterdag. We hadden gisteren de massageles en ik heb eigenlijk weinig gefilmd. Het was sowieso op de heen- en terugweg. Wanneer ik meestal film, was het gewoon heel koud en regenachtig. Dus ik had gewoon een capuchon op en handschoenen aan en zo. Dus dat was niet zo handig. Ik werd ongesteld. Dus ik was ook echt gewoon super moe en weinig energie en toch wel een beetje overprikkeld aan het eind van de dag. Dus ik heb helaas ook heel erg migraine gehad 's avonds. Dus ik doe het vandaag heel rustig aan. Ben lekker birthvlogs aan het kijken, geboortevideo's op YouTube. En we hebben de kerstboom opgezet. Of in ieder geval, de kerstboom stond al, maar we moesten hem nog optuigen. Maar net zat ik dus gewoon rustig een geboortevideo te kijken. En toen hoorde ik opeens een soort van, ik weet niet wat het was, maar een soort geritsel of zo in de boom. Dus er zijn twee mogelijkheden. Er zitten zeg maar een soort dennenappels en sterretjes in. Die zitten er gewoon los op, zeg maar. Dus het kan zijn dat die gewoon een paar takjes naar beneden viel. Dat lijkt me de realistische optie. De andere optie is dat er spinnen in zitten. Ik ben er altijd bang voor. Want in onze vorige boom, vorig jaar, toen we hem gingen aftuigen, bleek er echt een ziek spinnenweb in te zitten. Dus sindsdien ben ik een beetje bang voor kerstbomen. Wat gek is, want ik ben echt een super erg kerstpersoon. Ik ben ook tweede kerstdag jarig trouwens. Leuk FYI. Maar heb ik nog iets doula-achtigs te delen? De massageles was interessant. Ik had wel echt verwacht dat we echt specifieke technieken zouden leren. Dat is op zich, hebben we ook wel technieken geleerd, maar nou, ik had gehoopt dat wat meer de diepte inging over welke spieren je masseert en dat soort dingen. Het was meer, je kan deze bewegingen doen en dit is fijn. En nou ja, dat is natuurlijk ook fijn om te weten. Maar ja, ik vroeg me ook wel af van, is het wel überhaupt iets voor mij? Ik denk dat mijn echte kracht meer ligt bij het emotionele ondersteuningsstuk en het coachen en ademhaling, weet je wel, dat soort dingen. Misschien is massage niet per se mijn ding. Maar wie weet, verander ik daar nog in. Wat vind je trouwens van dit mooie avondlicht? Ik ben heel trots erop. Nou, dat was voor nu even mijn update. En ik zie jullie volgende keer weer. Ja, het is niet echt belangrijk. Kom ik prima weg met het feit dat ik
en haar. Op zich kom ik prima weg met het feit dat ik heb echt geen idee waar ik heen wil met zin.